Ja, hete verlies vandaag thuis met 0-3 van Wijten 90. Trainer bij Heten is wij naar Alex Mooij. Ja, Alex, uiteindelijk een terechte nederlaag, maar ondanks dat, jullie staan onderin. Maar ik vond jullie van tijd tot tijd op zich niet verkeerd spelen. Het enige wat bij jullie ontbreekt is kans creëren. Ja, dat klopt. Wij spelen eigenlijk al 5 wedstrijden. Niet onaardig ten opzichte van de tegenstander. Dat klopt. Alleen ja, tussen het verschil tussen net verliezen, alhoewel nou 3-0 is niet net natuurlijk, maar tussen verliezen en winnen zit nog wel een verschil in. En dat verschil kunnen we op dit moment niet overbruggen. En daar moet je een beetje geluk bij hebben. Hè. Natuurlijk, de 1-0 was een fout van de keeper. Dat hoef ik niemand uit te leggen. En daarvoor hadden we net 2-3 kansen om zelf op 1-0 voor te komen. Ja, en dat zou wel eens handig zijn om dat tijdstip eens een keer voor te komen. En dat lukt ons op het moment niet. En daarna zakken we ook af en toe wel iets te ver weg. En dan pakken we het weer op. En het is een beetje wisselend op het moment bij ons. En daar zit nog niet echt een vaste lijn in. Dat is wel jammer. Nou, dat doe je vast natuurlijk aan. Je begon het seizoen met een aardige andere selectie. Heel veel spelers die ervaren spelers die je dit seizoen niet meer hebt. Is het dat ook dat je vooraf dacht van oeps, dit gaat lastig worden? Of is dat niet de reden dat het nog niet wil zoals je graag wil? Gedeeltelijk klopt het. We hebben duidelijk van tevoren aangegeven dat we niet de minste spelers kwijt zijn geraakt. Maar er zijn ook voldoende jongens die hadden dat stokje over kunnen nemen. En we hebben natuurlijk ook in het begin wat pech gehad dat met blessures. Want dit was de eerste week dat ik met 14 man kon trainen. En daarvoor had ik, naar Activa uit ging ik met 0 fitte wissels. Want we hadden niet veel meer. En ook het tweede, wij doen heel veel met de tweede samen. En die hadden ook spelers nodig. Dus toen kwamen er nog 3 van de tweede, waarbij er 3 jongens gevoetbald hadden. En dat is even roeien met de riemen die we hebben. En vandaag was het voor het eerst dat ik 3 fitte wissels had. Alhoewel er ook 3 jongens in de basis stonden die net een week getraind hebben. Ja, en dan als het dan allemaal een beetje tegen zit, dan wordt het wel heel lastig voor die jongens om ook nog de kar te trekken. En dan hopen we dat ze fit blijven. En dat we daardoor een fittere selectie krijgen. En daardoor komen er denk ik wel weer een aantal jongens bovendrijven. En daar heb ik wel een hoop op. Want wat je zegt, zo slecht is het nog niet. Maar ja, je pakt net de punten niet. En als je nou vandaag had gewonnen van de koploper, dan had het misschien een goede boost, een goede richting op kunnen geven. Maar dat is helaas niet gelukt. En ja, dat wij het verdiend gewonnen heeft, dat is ook wel duidelijk trouwens. Ja, je komt wij in die zin in het supervorm tegen. Wat dat betreft, je zegt, ik heb net mijn selectie fit. Misschien niet juist want op hun te treffen, maar goed, dat ze zeiden. Je eigen speler, je had ook fitheid. Ik zag een speler eruit gaan, leek alsof zijn knie verdraaid was. Valt mee of? Nee, dat valt mee. Hij heeft gewoon een brace om. Hij heeft al een paar jaar wat problemen met zijn knie. Meer reactie na een wedstrijd dan tijdens. Maar nu een klein beetje verdraaid. En voor mij, ik sprak hem net toevallig en hij viel het wel mee. Het gebeurt hem wel vaker, alleen nu net iets meer dan normaal. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat hij gewoon volgende week weer kan spelen. Dus ik hoop dat het meevalt. Ik hoop dat ook inderdaad volgende week komst gaat. Een leuk affiche wat dat betreft. Dus succes met de voorbereiding. Dankjewel en we gaan er zeker nog weer met volle gas tegenaan.